Maar je moet je voorstellen, deze apparaten die kunnen gewoon 45 kilometer per uur. Hè? Wettelijk, hè? Wettelijk mogen ze 45 kilometer per uur. Ja, en ouderen die er dan gebruik van maken. Ja, die bijvoorbeeld van de fiets afkomen en denken, ja, ik wil mijn mobiliteit houden, dus ik schaf ook een scootmobiel aan. Of ze krijgen het vanuit de WMO. Ja, ze zijn natuurlijk hun leven lang gewend om zo te remmen. Nou, je moet, met een scootmobiel is het precies het tegenovergestelde. Dus er zit gewoon veel gevaar. Dus gas geven is remmen? Juist. Remmen, het is omgekeerd. Wauw. Ja, ja. Dat lijkt mij dus, nou ja. Op mijn leeftijd lijkt me dat al lastig. Precies. En je krijgt vaak zo'n scootmobiel in een grote doos, strikt eromheen. Ja, ik chargeer nu een beetje, maar zo is het wel. Dus wat wil u? Nou ja, wat ik gewoon wil, is dat er gewoon verplicht een cursus wordt aangeboden. Dat mensen gewoon snappen hoe het met zo'n scootmobiel werkt. Want ja, je moet je voorstellen, als we dadelijk allemaal gaan vallen van die scootmobiel, heupen breken, het revalidatiecentrum in moeten, en misschien uiteindelijk wel een verpleeghuis. We weten wat de toekomst is van de zorg. Dus we moeten echt zorgen dat ouderen, en ze hebben er zelf ook echt behoefte aan, ze willen zelf beter begrijpen bij voorbaat hoe zo'n scootmobiel nou werkt. Wat de knoppen zijn, hoe die behendigheid verplicht is. Verplicht een cursus, een soort... Ja. Eén dag is dat dan? Of is het een heel rijbewijs? Hoe moet ik het voor me zien? Nou ja, ik vind een rijbewijs. Nee, ik vind echt. Dat rijbewijs vind ik nog misschien nog wel iets te ver gaan. Maar wel dat je gewoon weet hoe een scootmobiel werkt. Even behendigheid, even weten waar alle knoppen zitten, hoe je achteruit en vooruit. Zodat je gewoon al die ongelukken die ontzettend toenemen, en ook dodelijke ongelukken, dat we dat gewoon kunnen afvlakken.